En je moet wachten tot 4 jaar later. Ja. Ja, nee, maar meneer Aerts, tot mijn verrassing, ik zag u instemmend knikken tijdens het pleidooi van de heer Waling. Hey, ik heb nog ons verkiezingsprogramma erop nagetrokken vandaag. En wij zijn daar voorstander van, inderdaad. Om te voorkomen dat je ook padstellingen in de gemeenteraad krijgt. Maar ook inderdaad om ervoor te zorgen dat je ook een levende... Ja, neem die democratie, ook lokaal niveau serieuzer. Zeker als je al die taken overhevelt naar de gemeente. Nou ja, en laten we ook eerlijk zijn. Inderdaad, je wil ook niet... ik vind het gezond, zeg ik even, dat als je ook als lokale... of als landelijke VVD of landelijke CDA een beetje komt helpen bij verkiezingen. Je moet wel oppassen. Dat zie je nu bij Forum voor Democratie, geloof ik. Daar staat Baudet met heel zijn gezicht bij overal op de posters met mensen die er niet eens wonen. Ja, die misbruiken dit soort verkiezingen om een beetje op de trom te slaan. Ja, dan, ik vind dat, om eerlijk te zijn, een beetje een schoffering van de mensen die op dit moment naar de stembus gaan. Ja. En alle inwoners die daar zitten. U heeft het verkiezingsprogramma. Ik dacht even dat u break